Het is bijna 9 uur. Een groot deel van het centrum zit al een uur zonder stroom. Op het Wena en in de Karel-Doormanstraat staan mensen voor kantoorpanden. Het winkelpersoneel staat in het donker. Stoplichten werken niet en niemand mag de parkeergarage in. Voor de doelen staan muzici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Zij kunnen niet repeteren voor het concert van vanavond. Ik hoor net van mijn collega die weer naar buiten komt dat er geen elektriciteit is. Dat je alleen de hal in mag en dat het dan over is. Dat gaat klanten kosten vandaag. En het ergste is, we hebben geen koffie. En in het gebouw van Nationale Nederlanden komt het personeel via een niet werkende roltrap naar beneden. En staan mensen in de hal en voor de deur. Moeten we niet gewoon binnen wachten? Ja, dat kan, maar je mag niet verder dan de derde verdieping. Je kan niet naar je werkplek. En waarom kan dat niet? Doet de lift het niet? Ja, de liften, al het stroom is uitgevallen, dus liften doen het niet. Niet alleen grote bedrijfsgebouwen zijn getroffen. Ook deze groenteboer aan de lijnbaan staat in de kou zijn uien te snijden. En een paar kilometer verderop is ook het gebied rond de Keileweg getroffen. Net als in het centrum is er vanaf 8 uur geen stroom meer. Ik was heel verbaasd toen ik hoorde dat het om twee losse storingen gaat die tegelijkertijd plaatsvinden. En die zijn allebei nagenoeg gelijktijdig begonnen rond de klok van 8 uur. Wat een toeval. Was er één oorzaak? In beide gevallen waarschijnlijk heiwerkzaamheden. Van één weet het inmiddels zeker. Die aan de Keileweg die is ontstaan door heiwerkzaamheden. Rond 9:30 is het probleem bij de Keileweg opgelost. Maar het centrum heeft dan nog steeds geen stroom. Bij het Hilton Hotel ontbijten de gasten bij kaarslicht. Einmal war das Licht aus, im Badezimmer war es sehr dunkel. Mein Mann hat überlegt, wie rasiere ich mich jetzt, können wir duschen? Tegen 12 uur heeft ook het centrum weer elektriciteit. Stedin vermoedt dat de stroomstoring in het centrum ook is veroorzaakt door bouwwerkzaamheden.